Wij hebben in de gemeente Dalfsen meegedraaid met de beursvloer. En wij willen daar iets over gaan vertellen. De beursvloer is een landelijk initiatief. We hebben ook een website waarin allerlei ondersteuning wordt geboden aan gemeenschappen om het te organiseren. Het is een plek waar je als organisaties samen met elkaar kunt gaan onderhandelen met een gesloten beurs. Vaak zijn er non-profit organisaties aanwezig, maar ook bedrijfsleven, banken, allerlei organisaties zijn daar om te kijken wat kun je voor elkaar doen. Wat kun je leveren aan diensten of producten? Wat kun je daarvoor terug doen? En dat allemaal met een gesloten beurs. Scholen worden er ook vaak bij betrokken. Er is altijd een notaris aanwezig om de deals die je met elkaar sluit, het vast te leggen. En dat wordt ook omgerekend naar een bepaald bedrag. Hoe kan je dit zoiets organiseren? De organisatie van de beursvloer, die te vinden is op de website www.beursvloer.nl, die kunnen je daarin ondersteunen. En je kunt contacten leggen met vooral plaatselijk belangenverenigingen, andere organisaties die plaatselijk breed betrokken zijn, om te kijken met elkaar hoe kan je zoiets oppakken. Goede voorbereiding is heel belangrijk. In ons geval, in Dalfsen, hebben wij meerdere locaties van Philadelphia. Dus het is heel belangrijk om te kijken, kun je samen met elkaar daarin optrekken, om ook op die manier Philadelphia binnen de gemeente op de kaart te zetten. Dus we hebben daar ook in samengewerkt met elkaar. We hadden samen een stand. We hebben samen ook gekeken van wat kan je bieden, wat kunnen we gebruiken van elkaar. Het was ook heel belangrijk om te laten zien hoe herkenbaar je bent. We hadden de banner meegenomen, we hadden bijvoorbeeld de Philly meegenomen. We hadden allemaal dezelfde kleding aan om te laten zien van wij zijn Philadelphia en wij hebben iets te bieden. Want enthousiasme, wat je uitstraalt, dat heeft ook echt wel invloed. Als je een woonlocatie hebt, wat kan je dan aanbieden als tegenprestatie? Dus daar moet je van tevoren heel goed over nadenken. Je ziet ook vaak dat van tevoren al door de organisaties een soort inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd. Om samen met elkaar ook die ideeën op te doen. En het is dan belangrijk om gewoon te denken ook in het klein. Want het gaat niet altijd om grote bedragen. Het gaat ook om bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van je vergaderlocatie. Of een keer een kennismakersbijeenkomst met je cliënten organiseren waarin lekkere dingen worden gemaakt met bakken door de dagbesteding. Of zo zijn er allerlei ideeën, maar vooral in het klein. Angela is meegeweest naar de beursvloer en zij wil daar zelf iets over vertellen. Ik ben meegeweest naar de beursvloer. Vooraf heb ik cake gebakken die ik die avond heb rondgedeeld in de zaal. We hebben dit gedaan om Philadelphia onder de aandacht te brengen. Ook hebben we het Philly-pak geleend die een andere cliënt die avond heeft aangehad. We hadden allemaal dezelfde herkenbaarheid, een zwarte blouse aan. Die avond hebben we 5 hele mooie deals gesloten. Iets vertellen over de voorbeelden die we kunnen geven. Die zijn niet alleen van ons, want Philadelphia heeft ook op andere plekken in het land meegedaan aan de beursvloer. Bijvoorbeeld een Rotary Club die gaat helpen met het zoeken naar sponsors voor een nieuw tandem. Vervoer van cliënten naar een evenement, dus de beschikking over een bus. De tegenprestatie, een gezellige avond met muziek op de locatie, samen met de cliënten. Met de gemeente Dalfsen hebben we een deal gesloten over het beschikbaar stellen van 4 seizoensabonnementen voor het zwembad. Als tegenprestatie gaan wij met een aantal cliënten van de dagbesteding een dagje helpen schoonmaken bij het zwembad. In de regio West wordt gebruik gemaakt van een trampolinecentrum. Een aantal locaties mogen daar gebruik van maken. Als tegenprestatie biedt de locatie een gezellige avond en kennismaking met de doelgroep. Nou, dit zijn foto's van de bingo die gehouden is. Op een zaterdagmiddag kwam de eigenaar van de Albert Heijn bij ons op locatie een bingo doen. Hij had lekkere hapjes en drankjes meegenomen. Ook had hij heel veel prijzen beschikbaar gesteld, zoals chocola, douchegel, bodylotion, handzeep en hele mooie kaarsen. Het was een erg leuke middag en er zijn veel prijzen gewonnen. Hij heeft beloofd volgend jaar weer te komen. Nou, dan is het geweest en dan is het ook belangrijk om Philadelphia op de kaart te zetten. Want dat hoort natuurlijk ook een beetje bij de ondernemerschap. Dat je laat zien wat Philadelphia is, wat Philadelphia te bieden heeft. Maar ook vooral het contact met cliënten in de samenleving. Dus je probeert ook altijd een persberichtje te maken en dat te laten plaatsen in de plaatselijke kranten. Nou, dit zijn 2 voorbeelden van de beursvloeractiviteiten die op die manier in de pers zijn verschenen. Tot zover onze presentatie over de beursvloer.